De koeienmarkt lijkt drukker bezocht dan andere jaren. De grote belangstelling lijkt het gevolg van het plaatsen van de koeienmarkt op de lijst met Nederlands immaterieel cultureel erfgoed. Wij spraken duidelijk trotse burgemeester Victor Molkenboer. De hoeveelste keer is het dat u hier staat bij de koeienmarkt? Dit is alweer mijn vijfde keer. Dus ik ben ongeveer 5 jaar burgemeester nu van Woerden en ik mag alweer 5 keer op de koeienmarkt zijn. En het is fantastisch. Het is toch een beetje de identiteit van Woerden. Vanaf 1410 hebben we in Woerden een koeienmarkt. Eventjes onderbroken in 2001 door de MKZ-crisis, Mont en Clausier. Maar hoewel vandaag de dag dan geen handel meer mag zijn, is het natuurlijk wel een fantastische keuring. En zijn we eigenlijk een van de weinige gemeentes die nog een veemarkt heeft. Dus wat dat betreft is het uniek. En ik ben ook heel erg trots erop dat de koeienmarkt nationaal cultureel erfgoed geworden is. We gaan om 11 uur gaan we dat bekrachtigen met de commissie die daarover gaat. Dus daar zijn we buitengewoon trots op. En ik heb ook een beetje de indruk dat het steeds groter wordt, hè, die koeienmarkt. Ja, er is natuurlijk steeds meer bijgekomen. We beginnen altijd de dag tevoren met de Nacht van Woerden. Met Kiremco en Blueprint die dat sponsoren. Een prachtige wielerveldrit die meetelt voor de nationale punten. Dus dat is altijd een rit met veel bekende sporters. En daar begint dit eigenlijk altijd. Dat gaat over naar het Marktplein waar altijd weer vaak muziek is. Waar de kroegen open zijn. En dan van de late uurtjes gaan we langzaam over naar het koeienwassen. Vanmorgen hebben we met de commissaris de koeien gewassen. U zelf ook, hè? Zelf ook. En ze staan nu ook te drogen. Dus ze zijn er, staan er weer mooi bij voor straks voor de mensen. Dus wat dat betreft een hele mooie dag. Ja, ik moet ook zeggen dat u er ook ontzettend stralend bij staat. Helemaal trots op uw stad, hè? Ja, nee, absoluut. Dit is Woerden. Hier gaat het om. Woerden, de stad, de verbinding tussen het platteland en de stad. En dit is herkenbaar voor de mensen. De koeien met de kaas wordt hier in de stad verhandeld. Daar zijn we van in Woerden. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent nogal druk. Ja, ik moet zorgen dat al die koeien netjes op het juiste moment, in de juiste rubriek, in de ring komen. Op de juiste tijd. Op de juiste tijd, juiste rubriek. Juist. En dan want naar de ring. Er zijn koeien weer die wat ouder zijn. Er zijn koeien die wat jonger zijn. En we willen graag van jong naar oud keuren. En de druk is er natuurlijk ook dat we straks nog moeten gaan tekenen voor cultureel erfgoed. Dus ja, er moet ook een beetje ruimte zijn. Dat is fantastisch, hè? Ja, schitterend. Dat gebeurt. Super, is. Super. Ja, ja. Maakt het ook weer speciaal deze dag. Heel erg speciaal. Want kijk maar eens hoeveel mensen er zijn. Dat is gigantisch druk. Ja, dat is nog het begin. Dan zijn we nog heel vroeg bezig. Juist. En nou heb ik ook, het is niet meer zozeer een veemarkt, hè? Nee, het is echt geen markt. Meedoen markt. Is... Markt. Dus meedoen is belangrijker dan winnen. Okay. Alleen als ze in de ring staan, dan ben ik niet ervan overtuigd dat ze een ander de eerste plaats gunnen. Nee, maar dan spant dan zijn het erom. Ja. Maar ze worden ook toch wel veranderd, of niet? Nee, niks wordt er veranderd. Niemand? Nee. Oh, dat hebben we gelezen. Dan wordt hier geen koe meer verkocht. Is het vandaag weer soepel gegaan, net zoals anders? Nee, want heel veel volk vanmorgen al heel vroeg. Gewoon publiek? Publiek. En dan komt de commissaris van de Koning komt wassen en dan ben ik mijn mensen kwijt en dan weet ik niet meer. Dus ik wou graag nu met de rangorde verder gaan dat ze de ring in mogen. En dan gaan we daarna, kan ik wel weer even praten. Oké, dank u wel. Graag gedaan.